Yes, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe update video. Zoals jullie ook direct in beeld zien, de item shop. Dus als jullie misschien alvast op het duimpje mogen willen smashen, dat zou heel erg helpen bij de video. We zien vandaag, ja, redelijk grappige dingetjes in de item shop. Niet heel erg bijzonder, eerlijk gezegd. Maar we zien bijvoorbeeld de Relaxed Fit Jonesy. We zien de Boxer, de Boxy, de Christina, de Sizzle. We zien hier beneden, zien we natuurlijk, ja, leuke skins hoor. Namelijk Rex en Tricera Ops. Die zijn natuurlijk echt wel een beetje OG. Ik heb ze al wel een tijdje. Maar zeker weten geen verkeerde skins. Wel dure skins trouwens. We zien natuurlijk ook in de daily de Electro Shuffle, de Balletic, de Bully. Daar kom ik zo meteen op terug. Dat is een waarschuwing alvast. En helemaal beneden natuurlijk ook Kratos. Je kunt natuurlijk overwegen om onze code in te vullen wanneer je iets gaat halen. Wie dat ook heeft gedaan is Cas Simons. Deze gekocht met jullie zak natuurlijk. Hey Cas, heel erg bedankt voor het halen van de Rolly. Zeker weten een grappige emote. Thanks a lot, een dikke SO naar jou. Goed, laten we denk ik gelijk gaan beginnen met het eerste topic. Ik heb vandaag jammer genoeg weinig nieuws. Maar ik heb wel interessant nieuws. Dus laten we direct gaan starten. Ja, het eerste nieuwtje. We gaan het gelijk eventjes hebben dus over die Bully emote. Ja, ik heb hem al een keer eerder laten zien dat hij er dus zo ging uitzien en zo. Best wel een leuke emote. Alleen PC-spelers die op performance mode spelen, die moeten eventjes opletten bij dit topic. Want als jij in de item shop gaat en je wilt zeg maar die Bully emote previewen, dus hem bekijken, dan bestaat een grote kans dat je hele Fortnite crasht. Ja, en dat is best wel apart. Natuurlijk, het is niet het allergrootste probleem omdat je in de item shop zit. Dus in principe kun je gewoon de game weer opstarten en je zit niet midden in een potje of zo. Maar alsnog is het wel heel erg vervelend gewoon dat die daardoor kan crashen. Het is überhaupt vaag. Hoe kan dat überhaupt gebeuren? Ja, op dit moment, ik speel niet meer op performance mode. Dus ik kon er in principe op klikken. De gameplay is wellicht nog wel in performance mode, maar binnenkort niet meer. In ieder geval, performance mode. Het heeft hier en daar nog wel een paar glitches. Ik denk dat ze binnenkort een grote update gaan doen hieraan. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. Ja, dit is ook weer een tweetje van Fortnite Status. En dit gaat eventjes over de Flip Reset Lobby Track. Die is namelijk 31 december uit mensen hun locker gehaald. En de vraag was van, oké, wanneer komt deze weer terug? Want ja, er is iets uitgehaald wat van jou is. Alleen, ja, het is natuurlijk een track lobby. Of gewoon een track. Dus het is niet heel erg interessant. Maar alsnog, een track, ja, je hoort het alsnog wel te hebben. Maar ze hebben nu eindelijk getweet dat hij bij de V15.20 update weer in de game gaat komen. Dus dat iedereen hem weer zal gaan krijgen. Wellicht met wat extra V-bucks als een soort van compensatie. Want dat zie je dan vaak van dat mensen dat willen natuurlijk, hè. Want ze hebben dat in het verleden wel een paar keer gedaan. Ze hebben met V-bucks gecompenseerd. Maar goed, de V15.20 update zeggen ze. Dit confirmt eigenlijk dat de V15.20 update gewoon volgende week komt. En ik heb dat natuurlijk ook al aangegeven dat hij waarschijnlijk inderdaad volgende week gaat komen en niet meer deze week. Want ja, het is vandaag, is het al woensdag. En ja, ik heb nog steeds geen announcement gezien. Dus ja, het is redelijk zeker dat die update dus volgende week gaat komen. Laten we doorgaan naar het volgende topic. Ja, en ook dit weer is weer een tweetje van Fortnite Status. Ja, het houdt niet op. Namelijk gisteren, ja, jullie hebben het misschien wel gemerkt, er waren behoorlijk wat loginproblemen. Ja, dus mensen konden niet inloggen. Hadden volgens mij ook partyproblemen hier en daar. Alleen ze hebben echt na een aantal uren pas weer op kunnen lossen. En dat kan gewoon eventjes duren. En ook hierbij wil iedereen weer een V-Bucks compensatie van 10 miljoen V-Bucks. Ja, ik snap het wel. Maar ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. Ja, dit gaat eventjes over dat er weer een map change is. Namelijk al het sneeuw gaat verdwijnen. Jawel. Namelijk, jullie zien het op het plaatje. Het eiland helemaal rechts onderin. Dat is nu weer helemaal aan het smelten. Ja, natuurlijk op de bergen zal er altijd sneeuw blijven. Want ja, bovenop de bergen is het gewoon eenmaal kouder. En daar was al sneeuw. Maar ja, beneden op die grond, dat wordt allemaal gewoon weer gras of zand. En aan de ene kant misschien wel weer beter. Ik weet het niet. Ik ben er nooit geweest rechts onderin. Dus ja, ik kan het eerlijk gezegd niet eens weten. Want ik land eigenlijk altijd bij Salty Towers. Maar ik vind het alsnog wel apart waarom ze niet de gehele map onder sneeuw hebben gelegd. Want ja, nu hebben we alleen rechts onderin gehad. Een beetje zonde. Ik had wel verwacht dat ze misschien de hele map zouden doen. Wat we ook eerder hebben gezien. Goed, laten we dan gaan naar het allerlaatste dingetje.
Ja, dit is eventjes een interessant dingetje. Namelijk, als jij de Pickaxe Frenzy speelt en jij light zeg maar een fire, kan je dat oneindig doen. Ja, dus dit is best wel handig, want op deze manier kun je de Bush Ranger Challenge kun je heel snel afronden. En je moet daarvoor verschillende keren een kampvuur zeg maar aandoen. Dus ja, op zich best wel een handige manier hoe je die challenge kunt doen. En dan hoef je geen moeite meer te doen. Dames en heren, dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat je het hebt genoten. Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Zal heel erg helpen bij de video. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En je kunt ons supporten in de itemshop met code teveelgevraagd. #ad. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.